was het een heel klein zaadje dat Hop heette. Dit is het verhaal over Hop. Het was de zoon van de vrolijkheid, woonde in de goede rijke aarde, bij een bron in de Kalevala. Op een dag verveelde het zich in het donker waar het niets kon doen. En het duwde een paar groene scheuten omhoog. In het licht en keek om zich heen, hoog boven hem torende een boom, waarvan de bladeren zich roesteren in de zon. Als ik hier in de boom kan klimmen, dacht Hop, dan zal ik meer zonlicht krijgen dan hieronder op het veld. En dus ging hij omhoog langs de boomstam met scheuten die vasthielden als vingers terwijl hij klom. En een ander zaadje dat Gerst heette begon nu ook zijn hagen scheuten omhoog te duwen daar beneden in het veld. Op een dag keek Hop vanuit zijn boom naar beneden en zag Gerst. En Gerst keek omhoog en dacht Hop, oh, wie moet ons nou aan elkaar voorstellen? Riepen ze bij, het leven is zo eenzaam hier, bovenin de boom en beneden in het veld. Wat zouden we toch graag bij elkaar zijn? En toevallig liep er net een jonge vrouw langs die hen hoorde. Haar naam was Osmotar, omdat zij het eerste meisje was dat was geboren was in Osmola. Of Kalava, zoals de meeste mensen dat land noemen. Ze plukte Gerst uit zijn veld en steekt Hop uit de boom en deed het samen in een grote ketel. Daarna vulde ze de ketel met water en stak er een vuur onderaan. Terwijl ze gebrouwen werden, neuriede Gerst en Hop blij. En toen het mengsel klaar was, schoot Os met haar vazen om af te koelen. En zo besloot de oude man in zijn verhaal: wordt bier gemaakt, wordt bier gemaakt, wordt bier gemaakt, wordt bier gemaakt. Het is een lekker drank die een man verwarmt en een vrouw opvrolijkt. Maar als je er te veel van drinkt, nee, dat bestaat niet. Zo wordt bier gemaakt, zo wordt bier gemaakt, zo wordt bier gemaakt. Met Hop in de boom en Gerst in het veld en een jonge vrouw die er langs liep. Zo wordt bier gemaakt, zo wordt bier gemaakt.